Beweegzorg Noordwest is de organisatie van, voor en door paramedici in de regio Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland. Het doel van de organisatie is het optimaliseren van de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en paramedici. Om zodoende het zorgtraject van de patiënt zo effectief en spoedig mogelijk te laten verlopen. Onze praktijk is aangesloten bij Beweegzorg Noordwest, omdat we als praktijk op zoek waren naar verbinding met onze verwijzers, de medisch specialisten, met de huisartsen, maar ook met medebehandelaars, andere fysiotherapeuten, om de zorg rond de patiënt te kunnen verbeteren en de samenwerking op te zoeken tussen de tweede en de eerste lijn. Het is inmiddels al 20 jaar geleden dat ik hier ben komen werken. En toen was er eigenlijk alleen maar een nauwe relatie met één fysiotherapiepraktijk en dat ging dan nog over één speciaal gewricht. En verder kwam dat niet. Maar dat was wel een heel bevredigende manier van samenwerking. En toen is uiteindelijk bedacht van, nou, dit moeten we gewoon breder neerzetten. Het is natuurlijk onzin dat het alleen om één gewricht gaat en één fysiotherapiepraktijk. Het is een organisatie die wordt gerund door fysiotherapeuten, door collega's. Daarin is een hele duidelijke lijn te zien in welke specialisaties er te kiezen vallen binnen ons vak. En ik denk dat het belangrijk is om juist te specialiseren. Dus elke therapeut zal zoveel mogelijk zijn specialisatie moeten gaan nastreven. En elke praktijk zal eigenlijk ook zoveel mogelijk zijn specialisatie gaan nastreven. Sinds we aangesloten zijn bij Beweegzorg Noordwest, heb ik het gevoel dat we meer een stem zijn. Dat we dus wat meer in beeld zijn voor het Noordwest Ziekenhuis en voor andere zorgverleners. Dus ik denk dat heel positief is sinds de aansluiting. Nou ja, voorheen stuurde ik een patiënt wel naar een fysiotherapeut. En dan wist ik niet... Waar de patiënt uiteindelijk terecht zou komen en wist ik ook niet hoe de behandeling zou zijn. Dus dat was voor mij echt een black box. En nu weet ik in ieder geval naar wie ik de patiënt doorstuur. En als er problemen zijn, dan weten we elkaar goed te bereiken. Ik heb een hele korte lijn, heel snel overleg. En daardoor kunnen we heel snel ook met elkaar gezamenlijk besluiten wat het beste is voor de patiënt op dat moment. Voor onze belangenvereniging Honk is het heel prettig om één aanspreekpunt te hebben voor alle eerste lijn zorgverleners in de regio. Dankzij de samenwerking met Beweegzorg Noordwest worden onze patiënten op één en dezelfde manier behandeld, volgens protocollen. Deze protocollen hebben wij samen opgesteld met de fysiotherapeuten uit ons netwerk. En nu kunnen we ervan op aan dat elke patiënt op dezelfde manier behandeld wordt. Een mooi voorbeeld vind ik dat er veel meer uniformiteit is in behandelingen. Voorheen was het wel zo dat elke praktijk in de Noordkop zijn eigen manier had van artrosebehandeling. En dat is nu veel meer op elkaar afgestemd. Omdat we allemaal dezelfde taal spreken, dezelfde terminologie gebruiken. En ook zoveel mogelijk dezelfde oefeningen aan de patiënt meegeven. Nou ja, ik zie het dus nu in het netwerk oncologie dat het heel goed werkt om elkaar te kunnen vinden. Maar ik denk dat het op hele andere gebieden ook, op het gebied van sport of artrose, dat je daar elkaar ook moet kunnen vinden. En dat het niet alleen maar fysiotherapie is, ook daar zijn meer disciplines nodig. Dus ik denk in dat opzicht dat er zeker meerwaarde kan zijn voor de diëtist om zich aan te sluiten bij het netwerk. Het gaat niet alleen om fysiotherapeuten. Ja, dat is toevallig de grootste groep binnen BMW. Maar het gaat om de hele paramedie. Want iedereen heeft daar een hele belangrijke rol. En om in de toekomst de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen, moeten we met elkaar samenwerken. Meer informatie over Beweegzorg Noordwest vindt u op bmw.nl.